Ja, eccola. Quarantaine TV. Hey man. Hey, goedemorgen. Waarom zo vroeg? Ja, sorry jongens dat het zo vroeg is. Ik heb een hele gekke dag. Ik wil, vertel ik later wel. Doet er niet toe. Ben je in de studio blijven slapen? Ja, ik was gewoon hier. Joh. Je zit wel op elkaar, hè? Maar, het begint af en toe wel. Man. Nou ja, hoe dan ook. Fijn dat ik jullie nog even spreek. Ook al is het heel vroeg. Het heeft ook wel een reden. Ruben Nicolai. Oh? Ja. Het zijn barre en boze tijden. Dat weten we allemaal. Maar er zijn ook hele leuke, onverwachte lichtpuntjes. En ontzettend leuk dat ik dit op dit moment, op deze dag met jullie kan delen. Want Ruben Nicolai, RTL Nederland heeft een uitgebreid onderzoek gedaan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de virus en de gevolgen daarvan. En ze hebben onderzocht wie hun meest waardevolle presentator of presentatrice is. Dat hebben ze gedaan bij hun adverteerders, productiehuizen, maar ook bij het eigen personeel. En dan moet je denken aan kijkcijfers, diversiteit in programma's. Dingen als, is deze persoon op tijd in de studio? Worden mailtjes op tijd beantwoord? Doet deze persoon ook aan genoeg free publicity? Hoe is de omgang op de vloer? Weet een presentator of presentatrice de namen van mensen die op de vloer werken? Haalt hij of zij ook wel eens zelf koffie? Het aantal uitbranders naar assistenten? Daar is een hele matrix op losgelaten. En RTL vindt het superbelangrijk, omdat ze willen weten wie in deze tijden het meest waardevol is voor de zender. Wat hun hele stal waard is. Ook voor de markt, maar ook voor producenten. Nou, dan gaan we op 3. Eva Jinek. Op 2. Netjes. Mijn goede vriendin. Chantal Jansen, uiteraard. En op 1. In deze bange tijden. De presentator die het meest waardevol is voor de RTL-groep. Nee. Op alle fronten. Ja. Nee. Ze hebben mij gevraagd, omdat wij close zijn, dit aan jou te vertellen, is Ruben Nicolai. Ah, oh, nee. Nee. Uitgebreid onderzoek. Ze willen weten waar ze staan met iedereen. En jij bent hun meest waardevolle presentator. Gefeliciteerd. Ja, thanks, man. Pet je af, hoor. Ja, dat is. Waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit naartoe? Ja, jongens, daar ben ik jullie voor, mijn pet. Ik doe heus wel natuurlijk bescheiden altijd en zo, maar hier ben ik echt even heel trots op. Ik had echt een best wel heftige discussie gisteravond. En iemand die zei, je voegt weinig toe met je en dat je dan zo, ik ga diegene zo, nu even appen dat we zo weer bellen, want ja, ik heb dan nu echt iets om iemand mee om zijn oren te slaan. App maar even. Gefeliciteerd. App maar even. Klasse. Dan kijken we er wel uit. Oké, hier. Ja, pap, bel even terug. Want wat je zei. Maar heel even hoor. Ja, Chantal. Ik wil het even horen. Ik wil even horen wat hij hebt. Pap, wat je gisteren zei klopt echt niet. Ja. En ik kan het bewijzen. Ja. Met harde bewijzen. Ah, oh, wat cool. Is er ook. Dit klopt toch? Ja, uitreiking. Wat? Dat klopt, bedoel je, wat je allemaal net opnoemt. Op tijd, mailtjes beantwoorden, namen onthouden. Dat kan Chantal al sowieso beter en die heeft gewoon zoveel meer. Dat jij, Boulevard, Maasing. Dit is het onderzoek. Je weet helemaal niet hoe die andere mensen, andere presentatoren met iedereen omgaan. Het gaat om het gemiddelde van heel veel dingen. Kijkcijfers, uitstraling. Ik moet niet afvallen hoor. Nee, dat bedoel dat niet. Maar ik denk van opeens van, klopt het wel, maar goed. Ja, sterker nog. Peter van der Vorst heeft ook een felicitatie voor je. Die stuur ik je nu door. Zet je geluid even aan en laat even horen wat Peter tegen jou te zeggen heeft. Van tevoren, jongens, echt. Ik vind het ook echt cool om dit met jullie te kunnen delen. Zo 's ochtends, zo. Oh ja, hier heb ik het. Oké, komt-ie, hè? 1 april.
Ja. Jij op bril. Ik wilde je onderbreken. Ik dacht straks van het kwartje. Ik geloof het. Ja, ging wel. Dat is een malle. Ik geloof het ervoor. Alle dingen die hij doet, had ik ook opgeschreven. Naam onthouden. aardig doen op de vloer. Op tijd in de studio. Free publicity. Op tijd ook. Maar denk ook even na. Wie zijn er natuurlijk is Eva Jinek belangrijker? Chantal, Martijn Krabbe, Carlo, John Williams. De list gaat on en on en on. Ergens daar. Ergens onderin, ja, bungel, jij. Gewoon niet erg. Nee, het is ook wel logisch als je erover nadenkt. Ja, ik dacht misschien toch met inderdaad al die verschillende dingen opgeteld. Nou, maar het is wel echt een goeie. Genoeg gelachen. Maar ik kon het niet laten. Sorry. De echte reden dat ik jullie... Wacht, ik moet nog heel even iemand appen. Sorry, verkeerde app. Verwijder. Kijk of je kan verwijderen. Het zijn al blauwe vinkjes. Verkeerde appgroep. Oh, de echte reden dat ik jullie vroeg uit de veren heb getrommeld en jullie een beetje wilde overvallen, is omdat ik goed nieuws heb voor jou, Ruben van der Meer. Jij bent al een aantal jaar, ik denk al vanaf 2014 of 2015, bezig met een filmproject. De volgende. Script. Oh ja. Gemaakt. Je bent jij moet ook meedoen. Ik heb je gefotografeerd. Ik heb die poster gemaakt helemaal. Laat even zien. Laat het dat mensen weten dat je daarmee bezig bent. Ja. Waar die ook wel vrij lang mee bezig is, hè? Ja, ik denk al meer dan 5 jaar. Ja, echt. Hij heeft zelfs al een poster gemaakt. Kijk. Zie je het zo goed? Ja. Met Ton Kas. Ton Kas, Tijl Bekkant, Ruben van der Meer, Jos Bakker en Taya Yes heb ik hier. We laten wel ook een stukje van de trailer die je gemaakt hebt even zien. Dan weet iedereen hoe dedicated je mee bezig bent geweest. En hoeveel respect dat ook afdwingt bij iedereen. Ik heb dat script geschreven. Ben ik begonnen, ik denk wel 4 of 5 jaar geleden inderdaad. Ja, ik weet het. Toen had ik het af. Toen heb ik alles in werking gesteld. Ik van oké, nu gaat het een keer lukken. Sterker nog, ik bedacht me laatst, ik word 50. Toen ik 20 was, zat ik in New York. En toen heb ik tegen Michael Winter, de regisseur die het gaat regisseren, hebben wij erop handen opgeschud van wij gaan een film maken, man. En 30 jaar later is het gewoon nog steeds niet gelukt om überhaupt een film een keer door het filmfonds gefinancierd te krijgen. En dat is de enige manier om iets te kaart te krijgen. Ik ga je onderbreken. Ik ga je even hard onderbreken. Want omdat ik er al een tijd bij betrokken is en omdat ik jou goed ken, omdat wij samen dit project hebben, is mij gevraagd om jou het volgende mee te delen. Het ministerie van speciale aparte projectjes heeft laten weten dat voor het filmproject De Volgende de volledige financiering wordt rondgemaakt. Nee! Ja. Nee! Hou op! 3 miljoen euro. Je kan het gaan maken. Dat is het, want ik zat al verder onder. Ik dacht van, we gaan gewoon... Maar ik doe het zo lang, al ben ik al mee bezig. Ik heb nu veel, ik heb een trailer, ik heb een nummer. We hebben een nummer al met een titelsong, met Donnie, rapper Donnie. Dit was eigenlijk niet... Rupi, dit is toch... Dit is toch ook een heel grap? Maar ik kom hier even toe. Rup. Rupi. Ik ga nu buiten. Ik moest zo snel mogelijk
corona krijgen. Want dan heb ik het gehad. Dan ben ik deze stem. Blijf ik hier. 2 weken. Nee. En dan kan ik aan de slag. Wacht heel even. Nou, doe jij het ook. Dan kunnen we aan de slag. We kunnen eindelijk die film maken, man. Yes! Ruben. Hij gaat naar buiten. Ruben! Godverdomme. Je gaat wel ver, hoor, hierin. Het ministerie van speciale culturele aparte projectjes. Ja, maar je weet toch... toch? Hij is toch niet thuis in de ministeries? Dat weet je toch? Nee, maar je weet toch wel... Ik bedoel, je weet toch wel iets. 3 miljoen euro, er is niet eens een aanvraag gedaan. Ja. Hoe kan ik nou weten dat hij naar buiten gaat om corona te krijgen, zodat hij straks gelijk kan filmen? Hoe kan ik dit voorzien? Oh, nee. Wat voor idioten zijn jullie, alle twee eigenlijk? Want nu zit ik met de gebakken peren. Ik ben degene die met een leuke brilgrap komt. Want dat zijn alle twee hele leuke uitgedachte grappen. En dan krijg ik straks alle... Ik zie de comments al. Ja, hij rent nu voor zijn kantoor. Wacht even. Ruben, blijf staan. Ruben, blijf staan. Niks zeggen. Ik heb net staan tongen. Ik ben met een man die... met zo'n slangetje onder zijn neus. Die liep. Oké, ik zie je morgen weer. Ja, sorry. Ik wist dit niet. Het was... Gewoon 2 keer achter elkaar, hetzelfde grap. Dat is gewoon een regel. Dat is een regel in comedy. Je mag niet 2 keer achter elkaar dezelfde grap. Je gaat niet 2 keer achter elkaar. Daarom denk ik van... Daarom heb ik geen één keer heb getwijfeld. Dat ik niet dacht van... Nou, dit is, want het ging heel even door mijn hoofd, hoor. Tuurlijk. Haha. Ja. Ik wist dit niet, hoor. Ik wist dit ook niet. Nee, dat zou je nooit doen. Oh... Ik moet nu naar de dokter. Ik moet nu naar de dokter. Oh, ik weet niet. Misschien heb ik wat corona nu. Ja. Wacht even, Rupi. Je geluid valt weg. Ik hoor je niet nu. Ik ga naar de dokter nu. Ik hoor je niet meer. Wat? 1 april. Ik hoorde je wel. Quarantaine TV.